Het is zondagochtend 27 maart 1977. De dag waarop 583 mensen omkomen. Een dag waarop miscommunicatie, mist en niet toereikende apparatuur leiden tot de grootste vliegramp uit de geschiedenis. Een Nederlands KLM-toestel en een toestel van het Amerikaanse Pan Am zijn op weg naar Gran Canaria. Beide toestellen, vol met vakantiegangers, hopen in de middag te landen op het vliegveld van Las Palmas. Maar de luchthaven van het Canarische eiland is gesloten in verband met een terroristische dreiging. De piloten wordt daarom opgedragen uit te wijken en ze zetten koers naar de luchthaven op Tenerife, zo'n 100 kilometer verderop. En daar aangekomen gaat het mis. Het is druk op het kleine vliegveld van Tenerife. Vliegtuigen met als eindbestemming Gran Canaria worden opgesteld op de taxibaan in de hoop snel verder te kunnen. Maar als rond 3 uur 's middags het vliegveld van Las Palmas wordt vrijgegeven, ontstaat er chaos. Er is stress en irritatie bij de verkeersleiding en de bemanning. En door de opkomende mist wordt het zicht van piloten slechter. De KLM-Boeing en de Amerikaanse Boeing rijden op hetzelfde moment richting de aangewezen startbaan. Maar doordat het Amerikaanse toestel de verkeerde afslag neemt, belandt het op dezelfde baan als het KLM-toestel. De KLM-Boeing maakt net snelheid voor het opstijgen. Met als resultaat een allesvernietigende botsing. He's coming. Get off, get off, get off. De twee jumbo's vliegen in brand. Wrakstukken liggen meters uit elkaar. Van de toestellen is niks meer over. Tussen de verkoolde resten van de vliegtuigen liggen honderden lichamen. Alle inzittenden van het Nederlandse toestel komen om in de vlammen. Van het Pan Am-toestel overleven 61 passagiers de ramp. Deze 72-jarige mevrouw vertelde dat ze zich kruipend door het gangpad wist te redden. Er waren veel gillende en schreeuwende mensen in het toestel. Stukken metaal vlogen in het rond. Deze mevrouw zei dat de Pan Am Boeing 4 uur had moeten wachten op Tenerife voordat men verder kon vliegen richting Las Palmas. Door het openspringen van een nooddeur bracht zij het er levend af. Dit echtpaar ontsnapte ook aan de dood. Ze dachten dat er eerst een motor van het vliegtuig was geëxplodeerd. Het was erg mistig op het ogenblik van het ongeluk. De stoffelijke overschotten van de slachtoffers worden overgebracht naar een hangar op het vliegveld ter identificatie. En uiteindelijk overgebracht naar Schiphol. Daar wordt op woensdagmiddag 6 april, anderhalve week na de ramp, een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers. Meer dan 230 kisten, versierd met bloemstukken, staan in rijen opgesteld. Zij wier nagedachtenis wij nu eren. Jong en oud. Verlieten ons nog zo kort geleden. Vol levenslust en verlangens om hun taak te vervullen. Of voor een vakantie in de zon van Las Palmas. Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven. Op Westgaarde wordt een Tenerife-monument opgericht. En ook op het eiland zelf wordt een herdenkingsmonument geopend, 30 jaar na dato. Een kunstwerk met uitzicht op de plek waar de ramp zich voltrok.